als ik door de stad loop en ik zie al die grachtfestivalvlaggen en ik zie dat ponton liggen vlakbij het festivalcentrum en ik hoor overal klassieke muziek, dan denk ik dat ik niet de enige ben die vindt dat het een fantastisch festival is en dat we een fantastische editie achter de rug hebben. De opera die we vanavond spelen van Luc Dean, die heet Three Cars. Daarin zijn drie auto's bezig met twijfelachtige praktijken. En ze zijn de hoofdrolspelers eigenlijk in die opera. En ze hebben stemmen, namelijk de stemmen van zangers die live zingen. Maar die ook door kleine luidsprekertjes uit de auto's komen. Dus de auto's zijn echt hoofdpersonen in een opera. We zijn hier in Roest, vlakbij het Trouwgebouw in Amsterdam. Het heet Roest en het is ook echt een heel mooi oud industrieel gebouw. En op een of andere manier precies de mooie locatie voor dit stuk. Het stuk van Luc Dean speelt eigenlijk tussen Calais en Dover, waar dus inderdaad drie auto's bezig zijn met smokkelpraktijken. En je stelt je daarbij echt grote opslaghallen voor enzovoorts. Dus daarom is deze locatie, voelt echt ook heel goed. Luna Tree is het ensemble dat zowel de instrumenten heeft als wel ook twee van de vijf zangers. En Luna Tree bestaat uit sopraan, mezzo alt, klarinet, piano, slagwerk, viool, cello. Maar die hele bezetting zit in het stuk, plus nog drie extra zangers van het Conservatorium van Amsterdam. De auto's zijn dingen waar je als kind heel graag zelf mee speelde. Wij allemaal voelden ons meteen enorm aangetrokken tot die autootjes. Dus ik denk dat het publiek ook zo zal gaan. Van de zauberfleuten? Je zou het zo kunnen noemen, ja. ja. Papageno, Papagena komen natuurlijk bij elkaar in die zauberfleuten en dan gaat hun leven verder. Ja, hoe ziet dat eruit? Dat kun je dan hier zien. Hoe ziet dat eruit dan? Nou, heel gezellig in ons nieuwe huisje, zoals je ziet. Mooi, hè, met een hartje erbij. En daar wonen we sinds kort. Hoe is dat, het samenwonen? Nou, het is wel even wennen. Het is best een beetje een haantje de voorste, een beetje. Nou, het is meer. Ik hang wat meer aan traditionele rolpatronen en Papagena heeft daar een beetje moeite mee. Dat is eigenlijk alles. Ja. Wie was er af? Papagena. Ja, nou, het moet niet hoor, maar ik doe alsof hij de baas is. En dan is het goed zo. Heel traditioneel inderdaad. Nou, ik hou wel van tradities. Dat hoor je ook aan de muziek, hè? Traditionele Mozart-muziek. Toen gingen jullie samenwonen en toen was daar opeens een... Nou, het was niet opeens. Er is al aan gewerkt en toen was daar een ei. Wat is er gebeurd tijdens de voorstelling? Of tijdens jullie leven, laat ik het zo zeggen.
Nou ja, ik heb dus een eitje gemaakt en dat ging een beetje moeizaam. De kinderen moesten mij ook helpen. En ja, toen gebeurde er iets, dat hadden we niet voorzien. Jongens, willen jullie het ei zien? Het is zo'n mooi ei. Oh. Ah. Pak je heel klein. Nou, vooruit dan een heel waar is ons ei? We zoeken! Dit is niet jullie eerste keer dat jullie meegedaan hebben aan het Grachtenfestival? Nee? Nee, vorig jaar ook meegedaan. Opera Dolle Boelja speelde toen Koninginnensoep. En dit jaar dus ei. Luister- en dakterrasconcerten worden gegeven in huizen aan de Amsterdamse grachten, in stijlkamers. En daarmee zijn het enorme intieme concerten. Ze waren hier net achter bij een van de huizen waar een concert wordt gegeven, de stoelen klaar aan het zetten. En de muzici schokken er een beetje van, want eigenlijk zit het publiek zo ongeveer bij ze op schoot. En dan zijn het ook nog niet heel ervaren jonge muzici, wel heel goede muzici, maar ze zijn allemaal heel erg jong. Dus eigenlijk nou ja, ergens tussen de 10 en de 20. En ze hebben allemaal een concours gewonnen, internationaal of nationaal. En dat is wat we hier programmeren en dat is altijd op de tweede zaterdag van het festival. De Huistuin- en Dakterrasconcerten. Dat zijn de allereerste concerten die tijdens het Grachtenfestival Amsterdam ooit zijn georganiseerd. Ze zijn in 1997 voor het eerst georganiseerd rondom het Prinsengrachtconcert. Toen was er nog geen Grachtenfestival. Omdat het Prinsengrachtconcert toen een jubileum had en ze hadden bedacht dat dat extra luister bijgezet moest worden. Nou ja, concerten dus. Maar dat was zo'n enorm succes dat ze een jaar later, dus in 1998, het Grachtenfestival van hebben gemaakt. Wat toen 3 dagen was en wat inmiddels dus is uitgegroeid tot een festijn van 10 dagen. Ik moet zeggen dat we een fantastisch festival hebben gehad. Ik kan niet anders zeggen. Volgens mij hebben we echt een prachtig programma. We zijn Amsterdam zijn we op expeditie geweest. We zijn buiten Amsterdam op expeditie geweest. Ik denk dat we muzikaal ook op expeditie zijn geweest. Dat we een aantal programma's hadden waarbij zo ontzettend de grenzen van de klassieke muziek werd opgezocht. En ik kan alleen maar zeggen, als ik door de stad loop en ik zie al die grachtfestivalvlaggen. En ik zie dat ponton liggen vlakbij het festivalcentrum. En ik hoor overal klassieke muziek. Dan denk ik dat ik niet de enige ben die vindt dat het een fantastisch festival is en dat we een fantastische editie achter de rug hebben.